Anke Bielsma van Retter Sionsberg. Ik denk dat het nog geen 3 jaar geleden weer. Toen stonden we met z'n allen te demonstreren voor het behoud van de Sionsberg. Dan is dit nog een grote ramp, hè? Ja, nou ja, ik zie het zelf iets anders. Dit zeggen we natuurlijk al onkom. En ik denk dat dit een hele goede gelegenheid is om skip te maken en met nieuwe partijen te werken. Ja, er zijn nieuwe partijen die erover denken om dit een vervolg te gaan. Onder andere de medische staf, mij een plan. Gaan ze hem daarin belutsen? Ja, in Safieren dat wij natuurlijk inhoudelijk net exact weten wat erin zit, maar dat wij wel een goed zicht via hun krijgen van wat er plakvinden gaat. En dat dat meer is dan alleen nog een polykliniek en een huisartsenpost. Ja, want er wordt sprutsen vanuit naar Smellingen wij. Bij de persconferentie hebben we dat jerk in oer een zogenaamde anderhalf lijns zorg. Zei hij dat wat? Ja, dat zei mij zeker wat. Dat is een, een luxe huisartsenpost. En dat is wat wij als actiegroep absoluut net vaststeen. Wij willen gewoon een ziekenhuiswetmeesken in Lisse kennen als het nodig is. En we hebben echt net de illusie dat dat is voor hele complexe zaken. Maar dat als je wat oorkomt, dat je er hulp is. En dat je net voortscoot worden moeten, omdat je toevallig in het boetengebied en dat je daar maar richting draagt of layout maken. Ik wil toch eventjes nog naar Meidijn, naar de aanleiding van dit alles. Ben je hem inlichten terug naar Smellingen en Pazana dat dit er aan te komen stier? Nee. Nee, wij zijn uiteindelijk wij wel boeten de berichtjouwing houden. En dat we zeker in de lijn al lang afspraken dat wij voordat de pers op de hichte weer zo het actiecomité op de hichte gebracht worden. Nou, daar is meerdere malen is dat nou ondanks, ik kan wel haast zeggen, smeekbedes van stel u nou in het voor op de hichte. Dat voorkomt een hele grote communicatiestoornis. En nou, dat is blijkbaar zo'n moeilijke opdracht te wijzen. Net al voldaan worden. Ik kan me vaststellen dat je hem eigenlijk wel een beetje naait willen. We gaan natuurlijk de oude hier wel het hier en oor al mij maken. En wij zijn nou echt wel uit Sjoeging kwam dat dit een vooropgezet plan West is. Waarbij de Friesland Achmea het zorgplan voor Friesland de trotdrukken worden. En ja, zij zijn natuurlijk degene, dat is uniek in feite in Nederland. Zij hebben een monopoliepositie. Dus keep je zij hier geen zorg in, dan komt je geen geld binnen. En in die zin heeft zij gewoon een hele grote macht. En wij denken dat dit de gelegenheid wezen kan. Ofwel dat ze door de bocht gaan, wat net gebeuren gaat. Ofwel dat andere partijen dus zeggen, wij hebben wel vertrouwen in dit ziekenhuis en in het nieuwe plan. En wij willen daar wel geld in steken en wij willen daar wel zorg in keepen. Want laat ik voorop stellen, onder kwaliteit had het nooit lijn. En nou al heel dal net, de inspectie had ik zijn, het is al je dik in orde. Iedereen, ik wat zijn over de mensen die op dit moment hulp nodig hebben hier, die je misschien eventueel nog wel opnam binnen wat er mij gebeuren gaat? Daar weet ik op dit stuit zelf, weten wij er net zo'n soort van. Ik weet wel van absurde situatie dat er geen mensen opnaam worden mooie meer. En dat de artsen hier dan maar hier niet in het waar bellen maten. Ja, de haast het net voor mogelijk. Maar dat skinkt te kin. Het is wel zo dat het personeel en de medische staf had zijn. Als we een wolf geen salaris krijgen op dit stuit, wij werken je terug. Dus de polyklinieken binnen gewoon hier op een jood en morgen. Hoe zie je Stouw en hoe zie je hem als Retter Sionsberg de toekomst? Nou, ik zag hem eigenlijk wel aardigzinnig in. Als er andere partijen zich hiermee inlitten en de medische staf die dit plan goed opzetten kan en de gelegenheid daar krijgen, dan denk ik dat wij hier een basisverzending horen kunnen. Waarbij je voor de sluchtwaaihinnen operaties en onderzieken gewoon hier te plakken. En voor moeilijkere zaken ga je naar MCL, want die gearworking die zo er nou wel komen maten en of naar Genees. Jim Bloostrien? Absoluut, maar wel vol betrouwen.